Hoi! Vandaag ga ik je vertellen over vijf verschillende vrouwen die er allemaal voor hebben gekozen om een jaartje ertussen uit te gaan. Gewoon even een jaartje weg uit hun normale dagelijkse leven. Vijf verschillende vrouwen in vijf verschillende boeken en allemaal hebben ze zo hun eigen redenen en hun eigen manier waarop ze dat gedaan hebben. Hoe kwam ik bij dit thema? Dat kwam omdat ik onlangs dit boek las van Sue Townsend. De vrouw die een jaar in bed ging liggen. Maar toen ik dat boek had gelezen, toen bedacht ik me dat ik nog meer boeken had gelezen over vrouwen die iets soortgelijks hadden gedaan. Dus ik ben eens gaan zoeken in mijn boekenkast en ik kwam met nog een stapeltje titels. Die ga ik allemaal eventjes kort bespreken. Dan begin ik met deze dus van Sue Townsend. Over een vrouw die een jaar lang in bed gaat liggen. Sue Townsend ken je misschien nog wel. Die heeft vroeger ooit een boek geschreven, Het geheime dagboek van Adrienne Mole. Over een dwarse puber. Het was een ontzettend grappig boek. Het is vorig jaar weer uitgekomen in een nieuwe vertaling trouwens van Sylvia Witteman. Dit boek gaat niet over een puber. Het gaat over de 50-jarige Eva. En Eva is een Engelse vrouw, huismoeder. Huisvrouw. Ze is getrouwd met ene Brian. En Brian is een briljante astronoom. Hij is briljant dus in zijn werk, maar op sociaal gebied is het nogal een sukkel eigenlijk. Eva en Brian hebben samen twee kinderen, een tweeling. Brianna en Brian Jr. Nou, heel originele namen. Die zijn ook hoogbegaafd, net zoals hun vader. Maar je raadt het al, ook op sociaal gebied zijn ze eigenlijk heel vreselijk, want ze hebben alleen maar belangstelling voor zichzelf. Dit boek begint op het moment dat de tweeling uit huis gaat om te studeren. Ze gaan naar Leeds. Eva blijft dus achter met Brian. En op die dag besluit zij om in haar bed te stappen en daar voorlopig niet meer uit te komen. Waarom ze dat doet, weet ze eigenlijk zelf niet. Ze is gewoon moe. Ze is moe van alles. Ze is moe van het zorgen. Ze heeft nergens meer zin in. Ze wil alleen nog maar in bed liggen. Nou ja, dat doet ze dan ook en ze komt er ook een jaar lang niet meer uit. Ondertussen vervalt haar het gezinsleven om haar heen eigenlijk in complete chaos. De man die kan het helemaal niet aan. Die besluit om zichzelf te verschansen in het schuurtje samen met zijn minnares, die hij ook al jaren heeft. Verder komen er ontzettend veel figuren langs in dat huis. Sommige mensen denken dat Eva totaal kierenwiet is. Anderen beschouwen haar als een soort heilig orakel. En die denken dat ze allerlei voorspellingen doet over de toekomst. Nou, compleet bizar eigenlijk. Het is een heel bizar verhaal. Grappig ook. Ik vond het af en toe een beetje over de top. Een beetje te dik aangezet misschien. De personages een beetje te karikaturaal. Maar over het geheel genomen vond ik het best wel een grappig boek. Het is niet zo'n dik boek, het is een klein boekje. Dus ik zou zeggen, een lekker boek voor een zondagmiddag. Dan, het volgende boek is een non-fictieboek. Maar wel eentje die niet kan ontbreken in deze serie, denk ik. Maar ik denk dat iedereen het wel kent. Of je hebt het ooit gelezen, het kwam uit in 2006. Of je hebt de film gezien met Julia Roberts. Eat, Pray, Love, Eten, Bidden, Beminnen van Elizabeth Gilbert. Ik vond die film zelf trouwens helemaal niet zo leuk. Ik ben wel een fan van Julia Roberts, maar die film vond ik eigenlijk maar niks. Ik denk dat iedereen het kent. Voor degenen die het niet hebben gelezen, even heel kort. Elizabeth Gilbert besluit om een jaar lang heel iets anders te gaan doen dan haar normale leven. Ze heeft een nare scheiding achter de rug, ze heeft een depressie achter de rug. En ze gaat een jaar lang reizen. Ze gaat naar Italië. Daar leert ze alles over koken en lekker eten. Ze gaat naar India, daar leert ze mediteren en uiteindelijk komt ze terecht in Indonesië. Daar vindt ze een guru, een leermeester die haar allerlei levenswijsheid meegeeft. En daar vindt ze ook een nieuwe liefde. So far over dit boek. Het volgende boek is ook non-fictie, ook over een schrijfster die er even tussenuit ging. En dat is dit Bleaker House van Nell Stephens. Nell Stephens, voordat ze dit schreef, was ze eigenlijk nog geen schrijfster, maar ze wilde er wel eentje zijn. Ze wilde graag een roman schrijven, maar ze vond haar eigen leven eigenlijk een beetje saai. Ze beleefde niks, ze maakte niks mee, dus waar moest ze in godsnaam over schrijven? Toen won ze
na haar opleiding een soort van beurs. Ze kon een paar maanden op welke plek ter wereld ook ze maar wilde gaan zitten schrijven. En dat werd dus voor haar betaald. Nou ja, wat kiest ze dan vervolgens? Ze kiest om een paar maanden door te brengen in Bleakerhouse. En Bleakerhouse ligt op Bleaker Island. Dat is een van de Falkland-eilanden. Het is eigenlijk niet meer dan een soort van kale rotspartij. En de enige buren die ze daar dan vervolgens heeft, dat zijn de penguins. Ik geloof dat er nog één huisje op staat waar een soort van caretaker woont. En that's it. En goed, daar gaat ze dus wonen. Ze gaat daar schrijven. Althans, ze doet een poging daartoe. Die roman die komt er dan helaas niet. Ze probeert het wel. Je vindt daar stukjes van terug in dit boek. Maar dit boek is eigenlijk een soort dagboek van de tijd die ze daar doorbrengt. Ik vond het wel aardig. Ik vond het een beetje tegenvallen. Ik had er meer van verwacht. Ik vond het een leuk idee. Iemand die een tijd lang in de eentje op zo'n onbewoond eiland gaat zitten. Wat doet dat dan met je? Hè? Wat gebeurt er dan met je? En eerlijk gezegd, ja, ik vond het een beetje tegenvallen. Ik vond het een beetje saai. Maar goed, Bleakerhouse dus van Nell Stephens. Het volgende boek is ook een non-fictieboek met een wel heel pakkende titel, namelijk Elke dag een boek van Nina Senkovic. Ik laat het hier even zo zien, want ik las het zelf op de e-reader. Pakkende titel dus, hè, zeker voor boekfanaten. Ik bedoel, hartstikke leuk toch? Elke dag een boek lezen, heerlijk. Nina Senkovic besluit tot dat project om een niet heel erg leuke reden eigenlijk. De aanleiding is namelijk de dood van haar zus. Die is vrij jong dus overleden en de schrijfster komt maar niet over dat verdriet heen. Ze kan het niet goed verwerken. En dus neemt ze een besluit. Ze laat alles uit haar handen vallen, gewoon het dagelijks leven. De kinderen, ze heeft er vier, de katten, echtgenoot, alles, haar werk. Ze zet alles on hold en ze gaat vanaf dat moment 365 dagen lang in haar paarse leunstoel zitten en elke dag een boek lezen. De enige restrictie die ze zich oplegt is dat het niet al te dikke boeken moeten zijn. Begrijpelijk, maar voor de rest leest ze echt alles. Van thrillers, romans, tot verhalenbundels, alles, alles. En ze schrijft er ook over. Ze schreef er een blog over. Ik zal haar blog hieronder in de comments even neerzetten. Ze schrijft dus over alles wat ze leest en daarin verweeft ze ook heel mooi de familieherinneringen en herinneringen aan haar zuster. En ook verweeft ze daarin het dagelijks leven wat natuurlijk om haar heen gewoon doorgaat. Ja, ik vond het heel mooi, heel herkenbaar. Ja, het is echt een boek voor boekliefhebbers. Je krijgt ook heel veel inspiratie natuurlijk. Hè. Je wil al die boeken gaan lezen waar ze het over heeft. Dus, een aanrader. Dan, in het laatste boek wat ik hier wil laten zien, zitten best zware thema's. Het gaat eigenlijk over de emotionele leegheid van het bestaan. Het bestaan wat gericht is op het materiële, op het commerciële. Er worden dingen in aangekaart als psychiatrie. De psychiatrie heel vaak zich alleen maar bezighoudt met het uitgeven van allerlei medicatie zonder echt in te gaan op de noden en de problemen van de patiënt. Dus er wordt best wel veel kritiek geleverd eigenlijk in dit boek op de psychiaters. Er wordt ook en passant wel heel veel genadeloze kritiek eigenlijk geleverd op de zogenaamd intelligente kunstscene. Want de kunstscene, dat is waar de hoofdpersoon uit dit boek voortkomt eigenlijk, of mee te maken heeft. Dit boek is van Otessa Mosveig en het heet Mijn jaar van rust en kalmte. Nou, zoals gezegd, de hoofdpersoon werkt in een art gallery in New York. Ze is 26 jaar, jonge vrouw dus. Ze is bloedmooi, ze is hartstikke rijk, ze is een rijke erfgename. Ze heeft dus een goede baan, ze heeft een appartement in Manhattan. Je zou zeggen, ze heeft het helemaal voor elkaar. Nou, je raadt het al, niet dus. Ze voelt de leegheid van haar bestaan. Ze is best heel eenzaam, ze heeft weinig echte vrienden. Ze zit een beetje vast in een ongelukkige relatie met een vervelende man. En dus besluit ook zij tot iets drastisch. Zij doet de deur van haar appartement op slot, ze trekt een joggingbroek aan en ze gaat een jaar lang slapen. Met als doel eigenlijk om dan na een jaar weer wakker te worden als een nieuw persoon, als een herboren persoon.
Dus ze verzamelt allerlei medicatie. Ze slikt van alles door elkaar. Van antidepressiva tot allerlei soorten slaapmiddelen. Ze doet verder niet zoveel naast dat slapen. Behalve eindeloos video's kijken van Whoopi Goldberg. Heel af en toe krijgt ze bezoek van een vriendin, ene Riva. En ja, dan zou je zeggen, saai boek, waar gaat het verder over? Iemand die een jaar lang slaapt. Maar ik zal je zeggen, ik heb me bescheurd om dit verhaal. Het is tragisch, het is een beetje duister natuurlijk. Die persoon die gaat niet voor niets een jaar lang slapen. Maar het is ontzettend komisch beschreven eigenlijk. En ik vond het naast tragisch, vond het ook heel, heel erg grappig. Ook definitief wel een aanrader, dit boek. In een van mijn volgende video's trouwens komt ook weer een vrouw voor die uit haar gewone dagelijkse leven stapt. Alleen doet ze dat niet voor een jaar, maar voor altijd. En die vrouw, dat is een van de hoofdpersonages in dit boek van Brit Bennett, De Vervlogen Helft. Prachtig boek ook. Dus ik hoop dat je dan ook weer kijkt. Heb je nou genoten van deze video? Dan hoop ik dat je hem liked of dat je wilt abonneren op mijn kanaal. Voor nu wens ik je in ieder geval heel veel leesplezier en tot de volgende keer. Dag!